Yo mensen, Jepoep hier en welkom terug bij de Antwerp Carrière. Waar waren we gebleven? Wel, we waren gestopt eind november. Dus vandaag ga ik de rest van alle matchen in 2017 proberen kort samen te vatten, zodat we in de volgende video kunnen starten in januari, wat uiteraard een zeer drukke maand is, want dan is het het begin van een nieuwe transferperiode. En dat is altijd interessant. Want je weet nooit wat er gaat gebeuren. Wie laten we gaan? Wie komt ons versterken? Ik kijk er nu al naar uit. Maar daarvoor moeten we eerst nog een paar matchjes spelen, waarvan ook onze eerste bekerwedstrijd. Maar eerst even nog vlug een matchje tegen KV Mechelen. En ons eerste match van vandaag is tegen KV Mechelen. Wij staan momenteel derde en de KV is de laatste. Je weet, we hebben ons al een paar keer in het zak laten zitten door ploegen die van onder staan. Maar niet vandaag, want we zijn nog geen 2 minuten bezig. Of Den Hermans kreeg daar een fantastische pas richting de goal en hij maakt het af gelijk geen ander. De Joff is nog altijd onze beste speler, de topscorer van Antwerp deze jaar. En hij blijft ook gewoon doen met deze lekkere goal. Dan heeft de Antwerp hier een corner. De Rodriguez trapt hem naar de tweede paal en de Van Damme raakt hij perfect op zijn kale knikker. En het is al 2-0. De fans gewoon compleet uit hun dak. Weer al een parel van een goal. Aston bleef zich. Beste corner dat ik zo ooit al heb zien scoren. Het was geen dominante helft, maar wel heel nauwkeurig. Toch moeten we geconcentreerd blijven. Want je weet maar nooit wanneer dat die mannen ineens iets uit hun frak halen. Gelijk deze. Wat is dat vandaag met die fraaie goals, man? Mechelen werkt zich terug in de match. Het wordt pas echt spannend wanneer ze de lat roken. Dan weten dat je ze niet meer te veel de bal mocht geven. Het was weer al met kopje boven water, maar we hielden toch stand in de match. Eindigt 2-1. Van Dam is daar zeer content over. Toch weer al 3 punten in de zak. Man van de match gaat naar Rodriguez. Net terug van blessure en toch al een assist. Dat is goed gespeeld. En dan is het nu tijd voor de Crocky Cup. De beker van België. Een perfect moment om spelers die we niet vaak gebruiken toch een kans te geven. En dat is nodig, want mannen gelijk Stojanovic, dat zijn geen slechte spelers. Het is gewoon moeilijk om die te roteren wanneer uw team goed bezig is. Dus daarom starten we met dit team tegen Oostende. Een nieuwe formatie met bankzitters. Owuzu en Olare in de spits. Stojanovic erachter. Jaudi en Bololona aan de vleugels. Gendry in het midden, we zitten Van Dam links en Sal kreeg Doekie zijn kans. En het zit zo, de spelers die goed spelen in deze bekermatch, die krijgen ook een kans in de volgende competitiematch. Hopelijk motiveert dat hen, dus succes. We starten ons bekeravontuur bij Oostende, die het ons al niet gemakkelijk gaan maken met hun 5-man verdediging. Maar deze Friese bankzitters zijn vastberaden om ons een goed match te geven. Nu, het eerste half uur was niet gemakkelijk, een beetje zoeken naar een opening, maar Oostende parkeerde daar een bus, dat is echt soepel zand om tegen te spelen. Tot Olare de bal kan afpeuzelen van een middenvelder. De Antwerp kan direct op de counter. Stojanovic trekt daar een sprintje en maakt gebruik van deze kans. 0-1 voor de Antwerp. Die jongen laat al direct zien dat hem niet gemaakt is voor op de bank te zitten. Antwerp opnieuw op de counter. De bal komt met wat chance bij Owuzu. En die geeft er een lap op. Los goal, zeg. Hij doet het niet vaak, maar wat een raket van een schot. Dan mocht jij daar een dikke muur zitten. De Owuzu knalt die een bal er gewoon los deur. De eerste helft was volledig van de Antwerp. Oostende te veel bezig met verdedigen. En zo is de match eigenlijk vrij eenzijdig. De tweede helft begint en Olare rokt ook nog eens een bal, maar de keeper zat wel in de weg. En wij blijven maar aanvallen en Oostende blijft moedig verdedigen. Maar de bal rokt toch bij een of andere manier bij de Luka en die scoort gemakkelijk zijn tweede goal. Want binnenpissers die tellen ook. 0-3 voor de Antwerp. Deze match is zo goed als afgelopen, maar net wanneer wij onze overwinning wouden vieren, was daar alweer de tegenslag. Wie ligt er op de grond? Het zal toch niet... Ja, Tabare, zegt dat niet waar is, hè? Godverdikke, blijkbaar is er iets in die zijn been geschoten. Dat ziet er niet goed uit, hè? We hebben deze wedstrijd dik gewonnen, maar we zijn wel een goede speler verloren. Man van de match gaat naar Stojanovic. Misschien wel een goede concurrent voor Joffrey Hermans. Ook Sal, Owuzu en Gendry hebben zich bewezen en krijgen nog een kans in de volgende wedstrijd. Maar we zitten dus met een tegenvaller. Ja, Tabare zit met een gescheurde hamstring en is 2 maanden oud. Een zwaar verlies eigenlijk, want dat is toch een van onze sterspelers deze jaar. 3 keer spelen. Van de maand, hè. We gaan hem dus tijdelijk moeten vervangen, waarschijnlijk door Gendry, maar het is misschien ook geen slecht idee om binnenkort iemand van de jeugdafdeling te nemen om in zo'n geval te laten invallen. Maar we gaan verder, we hebben nog wel wat wedstrijden in december. Onze volgende match is tegen Moes Kroen, die staan voor laatste. En zoals beloofd spelen er een paar nieuwe namen. Ik probeer ook eens een andere formatie waarin ik Stojanovic en Hermans in dezelfde ploeg kan steken. Dat is duidelijk allemaal geen probleem voor Ardaïs, die al snel een lekkere pas krijgt van Owuzu en het net vindt. Op het half uur komt Moes Kroen in
de aanval en met goed passeerwerk ook tot een knappe goal. Maar als we de herhaling bekijken, valt mij op dat Hermans daar stond te verdedigen, terwijl die eigenlijk van voor moet staan om te counteren. Eerste helft eindigt in 1-1 en ik kon toch al wel wat conclusies trekken. Doordat Stojanovic de rol opeist als aanvallende middenvelder, trekt Hermans meer naar achter om te gaan verdedigen, wat niet echt de bedoeling was. Hermans komt op die manier veel minder aan de bal en kan dus zo weinig aanvallende kansen creëren. Wat op het moment niet zo erg is, want we krijgen al genoeg kansen. Haroun met een goede voorzet, Nourouzou die dat perfect afmocht. In ene controle, prachtige goal. Nourouzou blinkt weer al eens uit. De wedstrijd wordt dan helemaal afgemokt met een lekkere 1-2 tussen Stojanovic en Ardaïs 3-1. Ja, Stojanovic alweer sterk in de aanval en hij blijft zoek gewoon maken, tot grote frustratie van Geoffrey Hermans, die nu een beetje in de achtergrond wordt geduwd. En de wedstrijd 3-1 voor de Antwerp. Iedereen heeft heel goed gespeeld en man van de match gaat naar publiekslieveling Nourouzou. Hij mocht er niet veel, maar hij is er wel als je hem nodig hebt. Nu komt er zelfs nog een match extra bij, want we spelen al direct de volgende wedstrijd in de Crocky Cup. Deze zijn veel wedstrijden voor één video, maar ik wil volgende keer gewoon free starten in januari. Dus, we spelen de kwartfinale tegen Sint-Truiden. Ik zie dat Club Brugge zijn match won, Zulte Waregem won met penalties tegen Anderlecht, Standaard en Kortrijk spelen tegen elkaar en Genk tegen Mechelen. De tweede bekerwedstrijd begint op Den Bosuil tegen Sint-Truiden met dezelfde spelers als vorige keer, enkel zonder Sal, want die was muug. Stojanovic in de spotlight met 3 goals in 3 wedstrijden. Hij profiteert van zijn goede prestaties, kan hij vandaag ook nog eens uitblinken. Sint-Truiden speelt vandaag in een 4-2-2-2 en dat kan wel eens gevaarlijk zijn. Maar ziet Thees eruit als iemand die daarvan onder de indruk is? Ik denk het niet. Maar ik moet wel zeggen, Sint-Truiden is een sterke ploeg die zich niet zomaar laat passeren. Beide ploegen doen een paar schoten van op afstand om de keeper te testen. Maar echt tot goede kansen komen ze niet. Beide ploegen zeer georganiseerd en nemen geen enkel risico. En dus de eerste helft eindigt zonder goals. Welke ploeg kan hier de wedstrijd laten kentelen in de tweede helft? En het is Sint-Truiden dat sterk begint en de eerste steek geeft met een hardschot in ons net, 0-1. Maar toen kwam de wedstrijd ook op gang voor Antwerp. Stojanovic snel doorgespeeld naar Ardaïs, die een bal hard knalt in de rechterhoek. We stonden terug gelijk. Tijd voor een wisseltje. Spelmaker Haroun komt erin en een beetje snelheid met Limbombe. Sint-Truiden nog steeds dragend voor de goal, tikt net ernaast. Dan een kans voor Antwerp. Jaldi met een pas naar Ardaïs, die legt hem naar zijn goede voet en what the fuck? Hoe krijg je dat? Dat was even niet van deze wereld. Die heeft duidelijk wat lesjes gekregen van de Nourouzou. Ik heb al wat afstandsschoten gezien, maar deze is toch weer al iets anders. Ardaïs met een dubbele en geeft Antwerpen plots de leiding. En dat noemen ze gewoon talent. En de match breekt helemaal open wanneer Stojanovic een fantastische pas geeft door 3 spelers. Naar Limbombe, die gerokt door met zijn snelheid en mocht het ook af. 3-1 en een tweede assist voor Stojanovic. Het kon echt alle kanten opgaan, maar het eindigt 3-1 in het voordeel van Antwerp. Wij kunnen met veel vertrouwen naar de terugmatch gaan op Sint-Truiden. Het was niet gemakkelijk. Sint-Truiden gaf ons een moeilijke wedstrijd, maar we hebben toch doorgezet en een goed resultaat bereikt. Man van de match gaat uiteraard door niemand anders dan Ardaïs met zijn fantastische goals. En ook Stojanovic en Gendry hebben heel goed gespeeld. Het gaat nog moeilijk zijn om spelers te kiezen voor de volgende wedstrijden. Nourouzou heeft wel een gekneusde schouder opgelopen en kan een weekje niet meespelen. Nu, ik heb hier nog 3 wedstrijden. Die van Zulte Waregem en Lokeren ga ik nog kort samenvatten, maar de wedstrijd tegen Sint-Truiden, die ben ik eigenlijk kwijtgeraakt. Maar ik denk dat we nu wel genoeg hebben gespeeld tegen Sint-Truiden, dus we skippen die. De volgende wedstrijd is op Zulte Waregem en we spelen nog eens met onze vertrouwde 11. Hermans opnieuw in aanvallende positie en Ndiaye vervangt Yatabare. En we zien al direct het effect van Geoffrey Hermans in zijn vertrouwde positie. Een schoon 1-2'tje en al een kwartier stond het al 0-1. Een duidelijk teken, niet rond de pot draaien, deze man kun je gewoon niet vervangen. De Antwerp breekt Zulte Waregem helemaal kapot. Opnieuw Limbombe die zich vrijloopt. Een herhaling van zijn vorige goal, maar belandt deze keer tegen de keeper. Maar dat is gewoon een koppige kerel die het drukt en forceert een bal van zijn tegenstander. Ardaïs ligt hem af voor een nieuwe kans en Limbombe mist deze keer niet. 0-2. En het is nog niet gedaan, want vlak voor de rust, Hermans in de aanval vraagt om hem af te leggen en knalt een bal buiten de 16. Nog eens in het net. Een tweede goal voor Hermans. 0-3 voor de Antwerp. De tweede helft was iets minder. Zulte Waregem meer druk en probeert meer kansen te maken, maar ze zijn iets minder nauwkeurig.
En op het laatste zitten ze alles op de navel, waardoor Ardaïs met gemak naar de goal kon lopen en de nagel in de kist kon kloppen. 0-4. En dat zijn harde cijfers. Antwerp vernedert Zulte Waregem op eigen veld met 4 doelpunten. Heeft er iemand naar plakker, want ze zijn ontbloeien. Ik zeg het, de tweede helft waren ze eigenlijk veel beter, maar ze konden gewoon de goal niet raken. Man van de match gaat opnieuw naar Ardaïs met 2 assisten en een goal. Maar deze wedstrijd toont duidelijk het verschil in spelers. Want Stojanovic speelt enorm goed en wordt enkel beter. Maar Joffrey Hermans die speelt enorm goed en die maakt het hele team beter. We testen het nogmaals in deze laatste wedstrijd tegen Lokeren. En laten we ook niet vergeten dat Ardaïs al 4 goals heeft gemaakt in de laatste 3 wedstrijden met een hoop assisten. Misschien wel speler van de maand, hij zou het verdienen. Maar het ging niet gemakkelijk zijn, want deze Lokeren speler had er precies wel goesting in. Die dribbelde even 3 man voorbij en schiet dan de 0-1 binnen. Hier was ik niet op voorbereid. Allee, we zijn al zo vaak ontwinnen, maar deze keer werden we gewoon weggespeeld. Lokeren domineerde de eerste helft en Antwerp kwam amper de bal. De eerste helft eindigde 0-1 en het zag er niet goed uit. Dus, wat doen we dan? Ja, we veranderen niet, hè, want zonder kansen kunnen we nooit een goal maken. Hè. We smijten een Owusu ermee op en we hopen voor het beste. Maar na 60 minuten nog geen enkele kans. Owusu probeert er nog iets uit te halen, maar wordt met gemak geblokt door de keeper. Lokeren gooit alles dicht. We proberen nog met een counter, maar geen enkele spits kan vrijlopen, al had Hermans een ander gedacht. Allerak! Zo doet dat. Joffrey Hermans, hij doet wat niemand anders kan. Fantastische loopactie. Niemand zit de druk op hem, waardoor hij hem ruimte kreeg en die hem ook kon benutten met een hardschot in de goal. Mannetjes, niemand vervangt deze speler. Hij is rood en wit. Joffrey is Antwerpen. Maar het is nog niet gedaan. Lokeren probeert ons punt nog te pieken. Ballat, met een heel belangrijke redding. De laatste minuten gaan in. Antwerp moet zijn puntje redden, want Lokeren geeft niet af. Ze willen winnen. Ze zijn voorbij, Ballat. Maar raken de paal. Antwerp op het nippertje gered. De match eindigt 1-1. Deze had gemakkelijk een verloren wedstrijd kunnen zijn, maar onze held Hermans gaf ons toch een puntje op de boshaal. Dus daarom is er ook niemand anders man van de match dan Joffrey Hermans. Wat geen goed nieuws is voor Stojanovic, die opnieuw zijn genoegen moet nemen met de bank. En dan hadden we nog een laatste wedstrijd tegen Sint-Truiden en dat werd 1-3 voor Antwerp. Nu, ik ben wel van plan om vanaf de volgende video minstens 1 wedstrijd te simuleren, zodat de carrière met Antwerp toch iets sneller vooruit gaat. Maar enfin, beste mensen, we hebben het gehaald, het einde van december, en dus beginnen we in de volgende video aan de lang verwachte transferperiode. Uiteraard wordt dat een speciale video, dus als deze video opnieuw 100 likes kan halen, dan post ik direct de volgende Antwerp carrière, de transferperiode. En dat was het dan voor de Antwerp carrière. Als je ze nog leuk vindt, geef ze dan zeker een like en deel ze met je maten. Merci voor het kijken en nog een prettige dag.